leukjes, wat goede lieve. Dat was ik dan. Dat is een ander begin hè, van de video. Ja, ik voel me niet helemaal lekker, maar we springen het er gewoon uit. Ik hoes en proest alles bij elkaar op dit moment. En zo'n smerig kuchje, joh. Ik denk gewoon even lekker uitswingen. Met een hardstelnummer van Kerst. Kerstliedjes in hardstel. En de was ophangen en zo. Mijn mannetje heeft tosties gemaakt. En Kofi heeft er ook zin in. Miauw. Miauw. Ja, miauw. Miauw. Ze hebben een tosti met hamkaas. Gemengd met ketchup en mayonaise. Niet met je staart erbij. Mmm. Nou, wat? Ja. Lekker. Nou. Kofi moet altijd wat te vertellen hebben. Hé, Kof? Ja. Sinds dat hij hier in Goes is, heeft hij praatjes gekregen, joh. Ja. Je bent weer helemaal thuis, hè? Ja. Je voelt je weer helemaal happy, hè? Je bent weer aan het spelen en vlieg voor hond naar her en kom weer bij ons zitten en zo. Kofi is ook weer helemaal in... Ja, hij heeft natuurlijk al natuurlijk zijn eerste, buiten omdat hij van de boerderij af werd gehaald natuurlijk, bij mij op mijn vletje gewoond, in Goes. Ja, de eerste jaar van zijn leven. En daarna heeft hij natuurlijk 12 jaar natuurlijk in Colijn gewoond. En nou gaat hij zijn laatste jaartjes natuurlijk in Goes weer slijten. Hé? Hey. Ja? Kofi? Dus, maar die heeft helemaal in zijn elementje. Mmm. Nou. Oh ja. Die is allemaal van mij. Er werd gezegd. Ik vat het niet als haatcomment op of zo, of als dingetje. Maar je moet oppassen met de meeuwen, want dan krijg je gedoe met je buren mee. Dan ben je nog nooit in Goes-Zuid geweest. Goes-Zuid bestaat zo hoofdzakelijk uit zeemeeuwen en meeuwen en kraaien en duiven en eksters en al dat soort. Dat zit echt letterlijk gewoon heel Goes-Zuid. Nou, eigenlijk denk ik misschien heel Goes. Alleen niet zozeer in de binnenstad. Dan zit meer de duiven. Maar hier, oh, dat is zo ontoetsend. Je hebt hier meer zeeuwen. Ja, zeeuwen, dat is logisch. Maar meer meeuwen hier in Goes dan dat je op het strand zou zien, bij wijze van. Ontiegelijk veel. Dus als gauw dat je al wat zet in je tuin of doet, dan komen ze al op af. En grote groepen ook, dus Goes-Zuid, dat is, er bestaat gewoon meeuwen en andere vogels en dat soort dingen, dus ja. Als je niet van meeuwen houdt, dan moet je ook niet in Goes wonen. Of dicht bij de kust natuurlijk, maar Goes, dat is echt meeuwen. En dat heb je in Middelburg en Vlissingen ook wel, maar ja, dat zit natuurlijk al meer aan de waterkant natuurlijk. De Goes is natuurlijk wat van de waterkant af. Maar omdat we natuurlijk hier zo heel veel watergangetjes en dat soort dingen, kan je het wel laten zien. Even het broodje even wegleggen. En, als ik hier ga staan. Kijk, en ik draai. Moet ik even oppassen waar ik mijn voeten neerzet. Hier heb je een watergang. Dus daar zitten sowieso, ja, ik weet het, ik moet nog steeds mijn ramen zien, maar I know. Een watergangetje, maar dat loopt er over heel goed uit. Het zit allemaal van die brede watergangen. En als je daar ook goed ziet in de verte, kan ik ook hier in zoomen als hij scherp wil stellen. Hij wil niet scherp stellen, oh wat erg. Maar daar op die, ja, kijk, daar op de daken zitten er ook al een paar. En daar op die daken zit er een aantal. En als je daar zit, zit er een, oh, dat is wel heel veel slecht beeld. Maar ja, meeuwen, dat is hier een heleboel. Dus als je niet van meeuwen houdt, ja, dan heb je eenmaal pech hier. Dan... En ook kraaien, dat zit hier ook genoeg.
En ja, de buurvrouwtje geeft af en toe ook wel eens wat. En de buurvrouwtje is ook zo lief, hè. Kijk, een pakketje. Kijk, die heeft zo'n klein pakketje. Dus, ja. Nou ja, dat wil ik weten. Oh ja, en de water. Kijk, die staat daar. Watertoren. Kijk, die hebben ze omgebouwd tot eerst kantoor. En nu is het een woonhuis, volgens mij. Sorry, ik moest even hoesten. Ja. Maar daar hebben ze nu omgebouwd tot woonhuis. Ja. En dan heb je flatjes en dat soort dingen. Mensen op de fiets. De ene is nog dikker aangekleed dan de andere. Met winterjassen en zo en handschoen. Het is absoluut niet koud. Je hebt toch de kachel toch niet aangezet of wel? Nee, man, ik zweet me kapot. Maar het zal wel een beetje de hoeste koester zijn, denk ik. Ik zal even anders omzetten, zo. Oh, dat was ook niet echt handig. Je moet dat in de saus leggen, daar heb ik over. Leg hem maar daar neer. Mijn mannetje zit ook ziekjes thuis, die heeft ook niet zo naar zijn zin. Die hebben een beetje last van buikgriep. Ik heb last van de... En hij heeft last van buikgriep. Ja. Dus alles komt er nogal heel makkelijk uit. Gelukkig nog niet zo, maar wel via... Dus dan moet hij wel wat eten, hè, want anders ga je daar ook nog een... Zo worden ook. Dus ja. Dus die is gezellig bij mij. Ja, maar dat is van mij. Is ze van mij? Ja. En op een of andere manier wil hij nou niet uploaden. Mijn YouTube filmpje. Ik snap er niks van. Hij is bezig met uploaden naar YouTube, maar toen viel hij stil. Ja. En nou? Nou, wacht. Nou, wacht hè. Goed, nou. Voor het weekend ga ik nog even langs de Action voor de tractatie voor Miracle. Want dat moet ook nog gebeuren. Maar dan moet ik nu voor iets meer kinderen tractatie gaan halen. In haar klas zitten 28 of 29 kinderen. Ja. Dat is wat anders, hè. Dan 10 per klas. Ja. Ja. En nou? Give your cat some food. Ken je die film? Have no fear. And the dog is here. Maar hier hebben we have no fear. Our cat is here. Eekhoof? Oh nee. Have no fear. Kofu the cat is here. Zag je dat? Oeh. Kofu toch? Nee, die staan met je bootje. Nee. Ik doordapte, hè. Zo. En ik wil naar mijn mond, maar zijn mond ging ook open. Dat zag ik niet. Toen zag ik even, oeh, kofu. Wat doet u nu? Hey. En nou is hij weg. Hij schrok er zelf ook van, volgens mij. Zoiets doet hij niet zo snel. Dus ik denk dat hij van zichzelf schrok dat hij dat deed. En dus gelijk van, oké, baas, ik ben al weg. Jeetje. Upload is upload voltooid. Video begint zo meteen met... zo meteen, maar ja. Dat duurt wel heel lang. Ik heb nog geen extra vinkie. Oh, daar word je toch niet goed van, hè? Soms het wachten op...
Als ik nou eens wat anders doe, even kijken. Als ik nou weer even terug ga. Zo. Dan doe ik die. Zo, ja, oké. Opslaan. Kijk, nou, dan geeft hij misschien even dat hij iets anders moet doen of zo. Ik weet niet hoor, het valt wel echt te proberen. Nee, hij wil echt niet hoor. Nou zie je altijd zo'n vinkje zo op en neer gaan, maar mijn wifi is verbonden, dus daar ligt het niet aan. We staan er nog, we zijn nog steeds bezig met controleren van je video. Wacht tot de controles klaar zijn of sla de video op als privé of verborgen, zodat de video geen beperkingen voor zichtbaarheid voor inkomsten genereren heeft. Ja, dat snap ik ook wel. Maar schiet eens een keer op dan. Maar ja. Oh, ik ga weer even verder met mijn tosti opeten. Dan zie ik jullie straks weer. Goedemorgen. Mannetje is lief, staat thuis over het raam. Maar uit te zwaaien. Ik moet even wat ophalen. Neem jullie even gezegd mee op de scooter. Handsfree. Kijk, handsfree. Oei. Oh, wacht. Ik vergeet mijn pootjes uit te zetten. Dan kan ik mijn voetjes neerzetten. Hoppa, op de scooter. Ik heb wat gevonden op Marktplaats. En dan ga ik zo om. Maar ik moet even geld wisselen. En je moet wachten, pas betalen. Dus, gaan we even naar de winkel om even geld te wisselen. Om dat dan op te kunnen halen. Dus vandaar dat ik op de scooter zit. Gaan we even langs de Dirk. Even geld wisselen. En dan gaan we naar de persoon toe om het op te halen. Heb ik al zin in? Ja. Het is wat anders, hè? Dan gaan we op de scooter. Ik dacht bij mij, wacht, ik kan het toch zo doen, hè? Dan kan ik jullie meenemen. Voor. Top. Dank u. Dank u. En we zijn er weer bij de meteen. Lekker kuilen in de weg. Zo. Ik sta hier verkeerd. Dat ding uit. Scooter op de standaard. Ik wil een beetje draaien. Ik hou op stuurslot. Oh, nog ietsjes meer. Zo. Dan moet ik even de... Ik maar even zo doen. Momentje. Thank you.
ik dit hier thuis ook brengen, want het is een beetje onnodig meenemen. Dit is het klaarpapier voor de surprise. Ik nou, dan hebben we gelijk ook gelijk een papier. Dat heb ik al jaren niet meer gekocht in het klaarpapier. €1,19 voor het klaarpapier. Ik zo wel even, want ik ben niet thuis. Even afremmen. Stoepje op. Dan druk ik even op de bel. Met mijn... Kom dan naar die deur. Dus zit hem nog op slot. Ja, doe maar open. Joehoe. Doe open die deur. Ik ben het. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, ik moest geld wisselen, maar ze kon de hele laan niet open, dus ik moest iets kopen. Ja. Zo. Het is afgegeven. En nu, erop. Dan moet ik wel opschieten, want... Oh, nou loopt het een beetje uit. Ja. Let's see.
gangetje in. Oh, thuis. En dan gaan we de bochie pakken. Even. Dit is niet de normale route. Nee, zie je wel? Die vindt hij niet zo leuk deze kant. Nee. Dan gaan we weer de andere kant. Achterwaarts. Achterwaarts erin. Wee. Oh, langs de brandnetels. Hoppa! Zo, een beetje voor, een beetje achter. Ik wil de duikerscooter weer gebruiken om de kinderen weer op te halen. Hoppa! We zijn weer thuis. Zo, ik ben thuis. Ik zit boven bij het kantoor. Ik ga zo dadelijk editen. Maar ik laat jullie nog even zien voordat ik deze video ga afsluiten. Nog hoe dat eruit ziet, wat ik gehaald heb. En ook nog tevens ook erbij de fotootjes. En dan laat ik het hier zo in beeld zien. Als eerste. Nog niet van waar ik door dat ik dat als eerste natuurlijk meteen op gereageerd heb. Deze zat er natuurlijk ook bij. En hier ben ik leuk met die dingetjes. Dus blessingsmaatje. Dit truitje was niet de reden waarom dat ik zo ineens zo enthousiast was. Even de laptop te schermen een beetje zo. Dat ik meteen verliefd op was. Dit is wel een heel leuk truitje hoor, daar gaat het zich niet om. Het is maatje 140 en over een sprong komt het van de Zara af. Dus die is leuk. Maar om deze ging het. En toen ik die zag was ik een soort van op slag verliefd op. Oh, je zag al een klein beetje hier een hoekje. En deze komt van de H&M af van de oorsprong. En ja, ik ben er helemaal blij mee voor haar, want ik denk, oh, dit is zo cute. Ja, dat kon ik gewoon echt niet laten, dus oh, even omdraaien. Kijk dan met allemaal konijntjes. Super cute. Ja, en in principe, kijk, zie je gewoon. komt het op 1,50 voor een truitje. En ze zien er nog leuk uit. Ik doe ze wel even wassen dat het naar ons eigen luchtje komt, maar dan ga ik op. Dus, maar in ieder geval, hartstikke leuk. Dus dat is waar ik dus om ben gereden. Dan kom gewoon even dat je was, dat je je eigen luchtje eraan zit en zo. Dus, ja, helemaal leuk. Dus ik ben benieuwd wat ze er ook van gaan vinden. En dan de andere keer, dan vind ik wel weer wat voor haar. Maar ik was niet eigenlijk iets van plan om iets nog te kopen voor hun voor werk qua kleding. Want ze hebben genoeg. Maar ja, die konijntjes vond ik zo schattig. Dus, ja, dat heb ik genomen. En mijn mannetje is nog steeds niet helemaal in zijn elementje. Ja, ik ook niet. Koest en ploes nogal heel erg. Maar voor de rest gaat het nog wel weer. Maar het heeft gewoon weer gevroren. Het is vochtig. Al dat soort dingen meer. Dus dan wekt het bij mij weer even lekker al die op. Het is heel normaal. Als je al die video's terugkijkt rond deze periode. Dan weet je, was ik altijd aan het hoesten. Of ik was ziek of ik had geen video's of wat dan ook. Ja, dus dat ligt gewoon puur aan het vocht en de vorst en dat soort dingen. Daar kan ik gewoon echt niet echt lekker opgaan. Goed, nou in ieder geval, dat was niet helemaal de bedoeling of de planning. Maar ik was zo verliefd op die konijntjes. Jij kon het gewoon echt niet laten. Hey Koof. Ja, vrouwtje weer thuis. Ja, vrouwtje weer thuis. Ja, kom maar. Vrouwtje weer thuis, hè. Ja, vrouwtje weer thuis. Ja. Doei. Maar. Maar lekker op je kleedje liggen zo. En ja. Dus ik had gisteren trouwens ook nog een leuke quizvraag erachter gegooid. Op term het licht. Het groene, het oranje en het rode licht. Wat is daar de juiste benaming daarvan? Hoe heet dat? Iedereen zegt stoplicht. Het is geen stoplicht. Het is een verkeerslicht. Stoplicht is als je alleen maar het licht rood apart hebt
als stoplicht. Heb je drie kleuren, dan is het de verkeerslichten. Omdat het drie dingen, want op groen hoef je niet stoppen, want groen is doorrijden. Oranje is niet mogelijk stoppen. Als je niet meer kan, heb je nog de kans om door te rijden. Rood is stoppen. Dus vandaar. Ik vond het wel even kijken of vele reacties waren. Het gewoon, natuurlijk, we zeggen tegen die verkeerslichten ook stoplicht. Maar officieel is het geen stoplicht. Je komt bij de kruispunt aan met verkeerslichten. Waarvan een stoplicht, een doorgaans licht en een die mogelijk doorrij of stoplicht. Of die in die mogelijk te stoppen ligt. Zo moet ik zeggen. Dus ja, ik vond het wel grappig om zo'n quizvraagje te doen. Vinden jullie het een keer leuk als ik gewoon één helemaal een soort van quizvideo maak? Met een aantal vragen en dat soort dingen in zo'n soort van quizshow dingetje. Laat maar weten in de reacties of jullie dat ook leuk vinden. Dan gaan we dat ook eens een keer maken. Dat lijkt me ook wel leuk. Goed, iets anders nog. Sorry voor dat mijn beeld er rechtop stond. Ik weet niet hoe ik mijn dingetje van de scooter dat kan draaien. Vandaar dat je die beeld zo hebt gezien. Als ik weet hoe ik de volgende keer dat kan draaien, dan draai ik dat systeempje even om. En dan kan ik gewoon op die manier ook filmen. Dan hebben jullie allemaal wat breder beeld dan dat smalle beeld. Dus vandaar. Dan weten jullie dat in ieder geval ook, dat de reden is waarom. Goed. Nou, ik ga deze video afsluiten, want ik weet ook totaal niet hoe lang deze video is. En dan kan ik die gaan editen, dan komt die vandaag nog op tijd online. Dat hoop ik wel, want het is inmiddels 11:03. Dus ik hoop dat ik hem op tijd klaar heb vandaag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, veel plezier met Malsingers kijken vanavond, want wij zitten weer klaar voor de buis. Dus, letters! Doedels!